Ik ben Vivian en ik ben 13 jaar en ik ga een stukje voorlezen uit Ik wou dat ik anders was van Paul Biegel. Veertje. Het jongetje Anders zette zijn grote ogen op. Want naast hem op de vensterbank zat een klein meisje. In een mannetje met bonte pantoffeltjes aan. Bent u de grote tovenaar? Vroeg hij. Nee, riep het meisje. Ik ben Veertje en jij kan niet rekenen. Waar kom je vandaan? Vroeg Anders. Veertje haalde haar schouders op. Ik weet het niet meer, zei ze. De wind blaast me telkens weer weg. Ben je dan zo licht? Vroeg Anders. Oh ja, riep het meisje. Ze sprong omhoog en dwarrelde naar beneden als een stukje dons. Jij bent lekker dik, zegt ze, en lekker zwaar. Ik wed dat je niet eens zo ver geblazen wordt, zelfs niet als het stormt. Ik struikel alsmaar, zei Anders. En je hebt een mooie bril op, zei Veertje. Ik kan er niets mee leren, zei Anders. Helemaal niets. En ik wil ook niet dik zijn en alsmaar struikelen. Ik wil heel anders zijn. En iedereen noemt me Anders, maar ik ben helemaal niet anders. Maar nu heeft juffrouw Bul gezegd dat ik de tafel van 7 moet opzeggen. En dan zou de grote tovenaar komen en me anders toveren. Maar ik kan de tafel van 7 niet onthouden. Ik heb er de hele middag en de hele avond aan zitten leren. En je kent er nog geen sikkerpit van, zijn Veertje. Dat heb ik gehoord. Anders knikte verdrietig. Misschien kan ik het je wel leren, zei het meisje. Maar weet je zeker dat je de grote tovenaar wil ontmoeten? Ja, zei Anders. Heel zeker, antwoordde Anders.